Ajax onder 15, de trotse koploper tegen de nummer 3 AZ. En de ploeg van Cedric van der Gun in de aanval. Met Mo Hamouchi. Krijgt daar de vrije trap mee. We zijn in de 10e minuut. Achter de bal Dirk Razing en Rico Speksnijder. Speksnijder op Noah Gesser. Het blok en dan in tweede instantie Noah Gesser met de 1-0. Een goede start van Ajax onder 15. Deze poging wordt nog geblokt. Maar dan is Gesser er als snelste bij en brengt zijn ploeg op voorsprong. Alvaro, de captain, op Olaf Gorter. Die wacht te lang, verliest daar de bal. En dan de kans voor AZ, Jaden Adai. Het schot en de redding van Roy Steur. Prima gedaan. Eerste kans voor AZ door Jaden Adai. Maar een goede redding van Roy Steur. Dan Silvano Vos met een prima opening op Mo Hamouchi. Hamouchi met het schot. En een moeizame redding van Tristan Kuijsten, de doelman van AZ. Alvaro. En weer Ajax met ruimte. Mo Hamouchi. De combinatie met Vos. Hamouchi. Tijd voor de voorzet bij de tweede paal. En dan Noah Gesser, maar die kop naast. Duimpje omhoog voor Mo Hamouchi. Maar de timing was een beetje ongelukkig voor Noah Gesser. Dan AZ met Kees Smit. En Poenseli. De bal op Anthony Smit. Anthony Smit met de kans en de redding van Roy Steur. Met zijn rechtervoet. Weer een prima redding van de doelman van Ajax onder 15. Dan David Kaloko. Wat een mooie techniek. Is opeens weg. David Kaloko op snelheid. De linksbuiten van Ajax. En dan het schot. Gaat helaas over. Pech voor David Kaloko. Die mooie actie had natuurlijk een mooiere afsluiting verdiend. Dan AZ weer. Balverlies. Goed storend werk van Silvano Vos. Dan de opening op Mo Hamouchi. Hamouchi, wat gaat hij doen? Buitenom of binnendoor? Gaat binnendoor. Het schot, onderkant lat. En dan is Noah Gesser weer op de juiste plek. 2-0 voor Ajax onder 15. Hij schreeuwt het uit van vreugde. Noah Gesser met zijn tweede treffer. Maar een groot aandeel van dit doelpunt natuurlijk voor Mo Hamouchi. Is natuurlijk blij. 2-0, een mooie voorsprong bij rust. En dan AZ op jacht naar de aansluiting. Met Jaden Adai. Adai, het schot en dan Roy Steur. Maar de intentie van AZ is duidelijk. De ploeg geeft zich nog niet gewonnen. Dan weer heel veel ruimte. Goede omschakeling bij de ploeg uit Alkmaar. Anthony Smit op Jaden Adai. Adai, schaarbeweging, schot en het blok van Alvaro. Henry Alvaro, de captain, werpt zich in die doelpoging. Ajax. En dan Alvaro die zijn schoen verliest. En dat is lastig voetballen. En AZ mag verder. De counter. De lange bal op Jaden Adai is weg. Jaden Adai is snel en zoekt daar de hoek uit. En de bal past precies. Dan staat het 2-1. En is AZ weer terug in de wedstrijd. De spanning is weer terug door deze treffer. Van Jaden Adai, de smaakmaker aan de kant van AZ. Daar is hij weer. Nu vanaf links. Met de voorzet. En dan Steur laat los. En de kans van Gijsselhardt. En het blok. Gevaar nog niet geweken. Het schot van Smit. Maar daar is Speksnijder die zich in het schot werpt. Ajax gooide alles in de strijd. Om de voorsprong vast te houden. Weer AZ. Met Kees Smit. Een lange bal. Richting Adai, natuurlijk hij. Adai voor de 2-2 en de redding van Roy Steur. Wat was die belangrijk? De doelman van Ajax onder 15. Nog één keer de ploeg uit Alkmaar. We zijn in de allerlaatste minuut. Mastoras op Hiddinga. Gaat langs de man heen. Opent daar op Smit. Wat gaat hij doen? Schieten of voorgeven? Het wordt een voorzet, maar daar is Roy Steur. Opnieuw hij. En daar klinkt het eindsignaal.
En wat is de ontlading groot, vooral bij Roy Steur. En de ploeg van trainer Cedric van der Gun wint ook de achtste competitiewedstrijd op rij en blijft trots aan kop van de competitie.